Alweer een spannend moment. Oh, en ik heb nog een paar seksvragen voor je. Oh, leuk. Totdat ik mijn eerste vibrator kocht. Oh, ja, ja, ja. Hey, ik heb een vriendin die heeft dat wel eens gedaan. Wat zou jij ervan vinden? Ja! We moeten even samen naar de wc gaan. Yeah. Ik heb niet zoveel zin. Mijn vriend wil verder gaan dan ik. Mijn vriend wil vaker seks dan ik. Morning! Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik heb super veel zin in vandaag, want ik heb een soort mini roadtrip. Ik heb afgesproken met Linda de Munk in Zwolle. Dat zouden we eigenlijk al voor mijn verjaardag doen, maar toen was ik nog niet fit en ik voel me nu eigenlijk wel weer goed. Ik ben één keer eerder in Zwolle geweest. Dat was voor een interview voor mijn eerste boek, Gek van Eten. Maar toen ben ik alleen op het station geweest. We gaan gewoon even de stad in en we gaan vragen beantwoorden. Ik heb ze een beetje opgespaard voor Linda. Voornamelijk over seksualiteit. Ik ga er een hele leuke dag van maken en hartstikke leuk dat je kijkt. Het is altijd een spannend moment. Doet me tom, wilde je meewerken vandaag? Ik heb het gevoel dat ik op vakantie ga. En ja, ik weet hoe overdreven dat klinkt. Maar ja, goed, soms heb je dat toch, dat je een beetje overdrijft. Ik wel. Oké, schiet op. Ik heb Linda voor het laatst gezien met mijn boekpresentatie. Oh joh, het was zo'n leuke dag. Als je het filmpje nog niet hebt gezien, ik zou echt zeggen, kijk als je het leuk vindt. Ja, het was niet alleen een beetje, het was gewoon echt alles bij elkaar. Oh, ik heb zo goede herinneringen aan. Gaan we doen? Werk je mee? Wat zou het leuk zijn? Nou, ik ben er nog niet. Oeh, ik ben er precies op tijd. Hij zegt dat het iets langer duurt dan wat het online zegt. Ik ben echt blij dat we het hebben verzet, omdat ik me nu fit voel. Dan zijn dit soort dingen zoveel leuker. Oké, nou ga ik echt. Dat was echt een supervlotte rit. En ik kwam over de Veluwe. Of erlangs. Ik zag in ieder geval een groot bord. Ben ik nog nooit geweest? Kan eigenlijk echt niet. En ik sta geparkeerd aan het spoor. Dus Linda kan hier elk moment aankomen. Dus de timing is ook helemaal perfect. Ik ga vast naar beneden. Ja, het licht is mooi. Hier is Lin. Hallo, daar ben ik weer. Yes. Ja, vet leuk. We zijn een soort van op citytrip in Zwolle, wat wel heel leuk is. We dachten, laten we samen Zwolle gaan ontdekken, want ik ben hier nog nooit geweest. Alleen ik moet hier heel vaak overstappen met de trein. En het gaat allemaal goed met je, hè? Mega goed. Ga lekker bijkletsen in ieder geval. Ja, je hebt allemaal leuke dingen. En ik heb nog een paar seksvragen voor je. Oh, leuk. Bewaard. Ja, oké. Nou, het is heel leuk. We hebben altijd heel veel gesprekken over seks, inderdaad. We zijn al begonnen, hè? Ja, precies. Van Zwolle, dat weet ik eigenlijk niet. We vinden het wel leuk, toch? Het is lekker weer. Het is lekker weer. Weet je wat ik zeg? Ik vind het knap dat jij zeg maar in het openbaar durft te vloggen, want dat durfde ik nooit zo. Iets wat jij... Er is iets wat jij niet durft, Lin. Nou, ik kreeg een vraag. Meerdere vragen hoor, over seks. Ja. Nou, ten eerste een vraag van een meisje, wat dus heel erg veel moeite heeft met klaarkomen. Ik herken het heel erg. Even het kort dan. Toen ik 16 was, mijn eerste vriendje, ik dacht dat ik klaar kwam. Totdat ik mijn eerste vibrator kocht. Oh, ja, ja, ja. Ik dacht echt dat ik dood ging. Zo voelde het om dood te gaan. Zo en zo stoer. Ik wist, en toen wist ik ook, oké, al die jaren, ik was maar nog nooit eerder. Maar je moet sowieso Sophie de boek even lezen. Als ze, wil, als ze zeg maar, haar omschrijving even wil horen van hoe het voor haar voelt. Ik kreeg inderdaad regelmatig ook vragen van jonge meiden die inderdaad niet kunnen klaarkomen. En ik had precies hetzelfde bij bedpartners. Zelf kon ik het makkelijk. Uiteindelijk komt alles neer op open communiceren. Dus vertel hem. Misschien kun je dit proberen. Misschien kun je een beetje meer naar links, een beetje meer naar rechts. Of, hey, zal ik je anders even laten zien hoe ik het zelf altijd doe? Maar ja, het is zo moeilijk om daarover te beginnen. En nu ik 24 ben en een hele fijne relatie heb, lukt dat pas echt. En als alsnog te veel blokkade in je hoofd zit voor die orgasme, dan is het denk ik puur oefening waard kunst. Daarom is het dus het zelf doen ook zo belangrijk. Oh ja, dan weet je het anders. Helemaal überhaupt niet vertellen. Echt, experimenteer met jezelf. Ja. Mannen en speeltjes. Ja. Dus ze voelen zich dan misschien bedreigd. Ja. Ja, maar ik heb al geen zin om iets überhaupt met een man te beginnen die daar moeite mee heeft. Nee, voor mij dat. Ja, tenminste, als ze zijn, ja, ik hoef toch niet iets met iemand die niet zo open-minded is. Ja.
shoppen? Nou, dat is dus heel nieuw, want dat doe ik dus nooit. En ik wil altijd heel erg duurzaamheid en tweedehands. Maar ik weet dat de broeken van Levi's gewoon goed zijn. Oh, en ze hebben sale. De ene keer in dat half jaar dat ik dan een keer shop mag. Oh, leuk. Echt jij? Dit is heel erg mee, toch? Ja. Ik kreeg een vraag van een meisje. Zij heeft ook duistere verlangens. Zoals oh, leuk. Ik dus zoals mijn... jij. Ja. Oh, ja. En, maar ze vroeg zich af, hoe kan je daar nou mee gaan beginnen? Als je een vriend hebt, hoe maak je dat kenbaar? Bij mij ging dat ook wel makkelijk met tijdens de seks dat gewoon aangeven. Iemands hand ergens heen begeleiden, zoals bijvoorbeeld naar je keel. Of vragen of diegene je wil slaan. Dat is moeilijk hoor, omdat te omdat ja, want als je merkt dat al niet in diegene zit. Ja. Maar stel je voor, je vindt het moeilijk om het überhaupt aan te geven, omdat je het nog niet helemaal van jezelf accepteert dat je die gevoelens hebt, dan is dat natuurlijk de eerste stap. Ja. Dus eigenlijk is een soort les die ik heb geleerd van Ellen Laan. Zij is hoogleraar seksologie. Ja. Over eigenlijk misschien bizarre gedachten of verlangens die je hebt. Als het voor jou leuk en lekker voelt, dan is het niet gek. Want het gebeurt in jouw hoofd en er kan van alles gebeuren in je hoofd. Ja. Natuurlijk gaat het wel omdat je altijd zeg maar, respect blijft hebben voor mensen en niemand kan kwetsen. Maar dan alsnog, bijvoorbeeld vrouwen met verkrachtingsfantasieën of dat soort dingen. Ja. Denk ik, ja, weet je, het kan nou eenmaal gewoon. Ik heb gewoon het geluk dat ik alles met mijn partner kan bespreken. En ik denk wel dat dat gewoon heel belangrijk is. Dat je gewoon heel voorzichtig misschien een beetje gaat experimenteren. Of, of je zegt, hey, ik heb een vriendin die heeft dat wel eens gedaan. Wat zou jij ervan vinden? Ja, dat kan op ook. Op die manier, toch? Dan betrek je het nog niet op jezelf. Bijvoorbeeld dubbelzinnige grapjes maken bijvoorbeeld. Over de straf of zo. Dat soort dingen. Love it. Ja hoor, echt fantastisch. Ja, maar ik ben ook zo met de dubbelzinnigheid. En, dan kan je ook al een beetje uittesten van, kan die het of kan ze het goed hebben? Het is echt een beetje aftasten. Maar ik denk dat het wel goed werkt. Ik zeg ook altijd tegen vriendinnen van mij, van hey... Want die hebben dan ook bijvoorbeeld struggles. Zeg ik van, gebruik mij als voorbeeld. Van, ik heb een vriendin en die is heel open over seks. En zij vertelde met dit en dit, vet interessant. Nou, hè, wat vind jij ervan bijvoorbeeld? Gewoon informatief over een bepaald onderwerp praten. Zo van, hey, ik heb dit geleerd. Wat vind jij? Ik heb ook eens uit boeken een alinea gestuurd. Of een Instagram post die je dan doorstuurt. Of een website. Nou, succes ermee. Ja. Nu gaan we eten. Ik heb hier wel even... Ja, mooi. Nou, dit is de laatste stop die we maken. Ja, ik denk dat ze toch nog niet ingaan op 4 uur. Dit is een blondie, heb ik nog nooit op. Ja, dus eigenlijk een brownie zoals met chocola, maar dan met witte chocolaatje. Ik vind het wel lekker. Hey, waar is mijn thee? Oh, die moet je nog zelf erin doen. Mag ik dat vragen? Ja, tuurlijk. Hoeveel scheppers van de thee moet je erin doen? En hoe lang moet het dan trekken? Ik raad eigenlijk bij elke thee ongeveer 2 minuutjes aan. 2 minuten. En ongeveer 2 scheppers thee. 2 scheppen. Bij deze 2 theetjes zal ik even 2 minuutjes wachten zodat je het water doet. Oh ja, want groene thee wordt anders ook weer bitter als het water te heet is. Ja. Dit verandert echt mijn leven, groene thee. Ja, want sommige mensen die doen hun theewater al in de thee. Dat als doe het ik. Theezakje er al in zit. Wordt heel bitter in. Dat doe ik altijd. Nee, je moet voortaan wachten. Wow. Dan verbrand je thee ook en dan wordt het dus bitter. Dankjewel. Nou, thanks. Nou, dit is de laatste van de dag. We hebben ondertussen over schaamhaar scheren. En dat ik dat dus maar 1 keer in 3 weken doe. En dat ik dus heel vaak van jonge meiden die vraag krijg. Wat denk je dat jongens daarvan vinden? Terwijl ik denk, ten eerste, het gaat niet om wat jongens daarvan vinden. Ten tweede, doe lekker wat je zelf wil. Maar dat is mega moeilijk, want je wordt als je jong bent nog zo beïnvloed door meningen van buitenaf. Ik epileer. En heb je altijd zo'n periode dat het terugkomt? Ik heb regelmatig geen seks gehad, omdat ik het niet glad genoeg vond. Ik ook vroeger hoor. Nou, misschien moet ik het ook eens laten staan. Het schijnt wel dat je meer feromonen hebt of zo. Dat zit er met een reden. Ja. Juist gewoon. Ik bedoel, het is echt bedoeld voor iets. Ja, dat is wel waar. Om je vagina-ingang te beschermen. Mag ik het eens zien? Ja, dat mag. Maar we moeten even samen naar de wc gaan. Yeah. Ik wil je borstje willen zien. Nee, dat mag gewoon. Nee, ik heb helemaal geen borstje. Dus dat denk ik zo. Dat is echt een leuke middag, Lee. Ja, oh ja, gaan we wel naar de tent gaat dicht dan. Maar ik moet eigenlijk even komen. Oh, echt waar? Ga je dat eerst goed doen? Dat ga ik wel even doen nu zo. Okay, ja, want anders ik zit straks nog 1,5 uur in de trein en dan kan het niet. Ik moet nog pas. Zal ik eerst zal ik het doen? Ja, maar eerst. Ja. Jeetje, het is 5:40. Ik had zo'n leuke dag. Oh, Lin, ik ben echt gek op je. Ik vond Zwolle ook hartstikke leuk. Leuke straatjes, leuke tentjes, leuke koffietentjes. En ik weet niet, ik heb echt enorm genoten. De uren vlogen echt voorbij.
En dan nog steeds het gevoel dat je niet helemaal bent uitgepraat. Ik ben zo blij dat ik Linda ooit heb leren kennen. Via YouTube trouwens. Ik heb ook wel wat leuke plannen. Voor, ook voor YouTube onder andere. Dus wie weet jongens, wie weet. Maar het was gewoon echt heel fijn. Heel veel bijgepraat en echt zo'n vriendinnendag gaan we gewoon vaker doen. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden om te zien. Ik vlog nog even door hoor. We zijn nog niet thuis tenslotte. Dus het was een behoorlijke rit. Zo, ik heb het gevoel dat de auto nog steeds beweegt. Ja, heel even bijkomen. Dan zie je me straks weer. Hallo, hallo, hallo. Nou, het is eventjes later. Ik ben een beetje bijgekomen. Nu vooral gewoon lekker moe van een drukke dag. En ben aan het nagenieten. Maar er waren nog een paar vragen die ik toch nog even wil doornemen. Namelijk, hoe weet ik dat ik toe ben aan seks? Ik heb niet zoveel zin. Moet ik meer zin maken? Mijn vriend wil verder gaan dan ik. Mijn vriend wil vaker seks dan ik. Ik wil minder preut zijn. En zo waren er nog een paar vragen. En eigenlijk, het zijn hele verschillende vragen, maar ik kan hier bijna hetzelfde antwoord op geven. Namelijk, doe wat goed voelt voor jou. En heb nooit seks tegen je zin. Ik ben heel groot voorstander van experimenteren en je grenzen verkennen en misschien verleggen. Als je dat wil. En als je dat niet wil, als je niet die verlangens hebt of als het niet goed voelt, echt alsjeblieft forceer niet. Ik vind het heel erg belangrijk om dat te zeggen. Je hoeft niet heel uitbundig te zijn. Het is voor mij dus heel normaal om over seks te praten en voor Linda ook. Ik denk ook dat het gewoon iets heel normaals is en dat het ook gewoon gezond is als je daar zo open over kan zijn. Dus dat is ook de reden dat ik nu dit filmpje maak. Gewoon om te laten zien dat dat mag. Maar het hoeft niet. Als jij er niet prettig bij voelt om op zo'n manier over seks te praten, doe het dan vooral niet. En, maar vooral het allerbelangrijkste is dat je echt niks tegen je zin doet. En dat je dan gewoon nee zegt. Ik heb ook periodes dat ik me seksueler voel dan andere periodes. Dat ik duistere verlangens heb wil niet zeggen dat ik dat altijd heb of dat ik dat met iedereen heb. Ik bedoel maar, het fluctueert ook. Misschien ben je er nu nog niet aan toe. Nou, dan is dat prima. Dan hoef je het niet te doen. En misschien zijn er dingen waar je nooit zin in hebt. Doe het dan ook echt vooral niet. Dat wilde ik toch nog eventjes meegeven. Want het lijkt misschien heel erg makkelijk hoor. Ook zoals Linda en ik erover praten. Maar ik heb dus ook heel veel gestruggeld met mijn seksualiteit. En ja, daar gaat dus mijn hele boek over. Link in de beschrijving. Het is voor mij ook een ontdekkingstocht geweest. En dat is het ook nog steeds. Wat ik wel echt heb geleerd is nee zeggen en voor jezelf opkomen. En je niet laten verleiden om dingen te doen. Om een ander te pleasen. In ieder geval niet op seksueel gebied. Dat is echt alsjeblieft blijf trouw aan jezelf en aan je gevoelens en aan je verlangens. Mocht je nog meer vragen hebben op wat voor gebied dan ook. Seksualiteit, maar ook iets anders. Stel ze dan alsjeblieft. Dan ga ik er misschien mee aan de slag. Als je dit een leuk filmpje vond, geef dan alsjeblieft een duimpje omhoog. Je kan me volgen op Instagram. En je kan je ook abonneren op mijn YouTube kanaal. Dat allemaal. En je kan natuurlijk ook even een kijkje nemen op Linda's YouTube kanaal. De link staat er allemaal bij. Hele fijne dag en tot snel. Doeg!